Peter van Kesteren, kunt u iets vertellen over de stand van zaken met het Schuldenlab in Twente? Nou, ik kan alleen iets vertellen over de stand van zaken voor het Sociaal Leenfonds van SUN Twente. Daar kan ik wel wat over vertellen. En dat is sinds 1 november van start gegaan. En het Sociaal Leenfonds in Twente is een initiatief van SUN Twente, Stichting Urgente Noden Twente. En dat betekent dat wij mensen die in acute nood zijn geraakt, of van die een aantal schulden hebben die je beter kan samenvoegen, dat we die leningen kunnen verstrekken. En die leningen verstrekken we om niet. En dat is maximaal €1750 voor een alleenstaande en €2500 voor een huishouden. En dat heeft u vanavond hier ook aan de raad verteld? Ja, ik heb het vanavond aan de raad mogen vertellen. Want er is een vergadering over het Schuldenlab. En het is een politiek beraad. En ik heb daar kort uiteen mogen zetten wat SUN Twente op dit moment doet om de armoede in Almelo in ieder geval een beetje te helpen om dat te lenigen. En hoe gaat het nu verder? Ik bedoel, wat is de toekomst hiervan? Nou, het is een pilot. We hopen dat het zo blijft. We hebben een bedrag gekregen van een stichting, €30.000. En dat geld kunnen we helemaal gebruiken voor die leningen. En de bedoeling is dat mensen die leningen 36 termijnen terugbetalen, in maximaal 3 jaar. En dat vervolgens kunnen we dat geld weer opnieuw uitlenen. En op die manier heb je een soort revolverend, noemen ze dat een ingewikkeld woord. Maar het geld wordt steeds komt terug en wordt weer uitgeleend. En dat is onze bedoeling voor de komende jaren.